Hey, tof dat je weer kijkt. Ik ben net even op bezoek geweest bij een beroemd Renkums bosuiltje. Die zit namelijk regelmatig op dezelfde plek. En nu ook weer zit hij dan in een breuk van een afgebroken tak waarschijnlijk. In een oudere boom zit hij daar lekker een beetje te chillen. En dat doen die bosuilen, die doen dat wel vaker. Want die gaan dan overdag, gaan ze dan lekker in zo'n afgebroken een breuk in een tak of in een holte in een boom zitten. En dan gaan ze daar lekker slapen. En omdat uilen natuurlijk nachtdieren zijn, kan je ze dan nu goed bekijken en dan zijn ze wat lomer. Nou ja, en als het zo meteen dan donker wordt, dan gaat die uil die gaat er weer op uit. Gaat die lekker op zoek naar muizen en weet ik het, wat voor eten nog meer. Maar het is wel heel leuk. Bosuilen kan je vaker in dit soort holtes aantreffen. Ook gewoon in het bos, als daar bijvoorbeeld oude loofbomen staan waar dit soort holtes in zitten. Moet je maar eens opletten. Kans dat je een bosuil ziet, maar ze zijn moeilijk te vinden, want ze zijn heel goed gecamoufleerd. En sowieso wel leuk om een keer een bosuil gezien te hebben, want voor mij was het de eerste keer. Dus wat dat betreft, hartstikke leuk om een keer te zien.